naar de oproep van de regering is dat sportclubs zich ook openstellen voor niet-leden. En dat heeft Vesta dus met beide handen aangepakt. En daardoor en naar de Bogaard, en naar het Ravelijn, en naar de vier Heemskinderen in Deurze een brief gestuurd met de oproep vanuit school richting ouders van je kunt bij Vesta meesporten. Het is om kinderen te laten bewegen en weer te laten sporten. Ja. De tijd is weer gekomen, tijd voor een WK. We reizen naar het zuiden, het mooie Afrika. Onder Bert van Marwijk is een elftal opgestaan. De beste spelers... Nou ja, we zijn vanavond dus op den Ong begonnen met de Kangaroo Clubje. Clubje voor sport, voor kinderen vanaf 3 jaar. Daarvoor was al het initiatief vanuit Vesta gekomen om de scholen te vragen alle ouders aan te schrijven, dat alle kinderen ook mee kunnen trainen, zoals eigenlijk ook door onze regering is gevraagd. Daar zijn al wat aanmeldingen op gekomen en het heeft elkaar eigenlijk versterkt, waardoor in totaal vandaag 45 kinderen zich hebben aangemeld en het gros op de jongste groep, dus van 3 tot 7 jaar. We hebben al een JO onder de 7 qua voetbal, daar zitten zo'n 20 kinderen al in. Die hebben we vanavond ook apart gehouden. En de rest van de groep, zo'n 36 kinderen, hebben vanavond dus meegetraind. Dat hebben we opgedeeld in groepjes. En een aantal meiden hebben specifiek bij de plag meegetraind met het korfbal. Ook bij ons deden heel wat meiden mee, om alvast te proeven. En wellicht dat die later dus alsnog rechtstreeks naar korfbal gaan. Ja, dat korfbal en voetbal. Ja, korfbal, voetbal, maar niet echt specifiek korfbal, voetbal. Met name spelgedrag. Aantal dus die 5 zijn, die hebben zich wel specifiek opgegeven voor voetbal of korfbal. Maar het zijn dus 2 proeftrainingen, waarvan vanavond de eerste was. En volgende week woensdag de tweede is. En na volgend jaar gaan we eens goed kijken hoe we dat verder kunnen aanpakken. Ja, ik had zelf vooraf gedacht van we gaan een Kangaroo Club dus oprichten van, voor 3-4 jaar. Er komt een man of 10 op af. En ik heb dat samen onder andere met Heidi van der Wielen, die korfbaltraining geeft bij Vesta, daarover gesproken. Maar het liep eigenlijk redelijk snel storm. En iedere dag kwamen er weer een aantal bij. En zelfs nog redelijk kort van tevoren dat de vraag kwam, kunnen we meedoen? Nou ja, van harte welkom. We hebben uiteraard wel gevraagd om wat gegevens, foto, zodat als er toch iets gebeurt of zo'n virus verspreidt zich, dat we altijd weten wie er was en wie we dus moeten benaderen. 8 spelers in een team en 2 mandjes aan een paal. Dat is Kiko Korfbal, waar in de buiten ligt, maar het kan ook in een zaal. Dat is Kiko Korfbal. Jongens en meisjes spelen in 1 team met elkaar. Oyelele, oh la la. Dat kan geen mens wat schelen. Niemand vindt dat raar. Stel dat elke sport gemengd was. Zoals het gaat bij... Ja, na de zomervakantie kijken we verder. Want het is natuurlijk een hele grote groep. En het is voor iedereen ook even proeven. Hè. Vinden we het leuk? En hopelijk na de zomer dat er heel veel doorgaan. Ik vond het veld. Het veld ziet er keurig uit. We hebben gelukkig zowel bij de plag als bij Ravenstein vrijwilligers die iedere week daar komen. Ook echt mensen die verantwoordelijk voor het veldbeheer zijn. Die daar nou contact met de gemeente ook over hebben. Dus alle credits aan hun. Want ja, juist dadelijk na volgende week... Het is weer een hele periode dat mensen niet op de club komen. En dat zijn wel de mensen die zorgen dat de velden in orde blijven, dat heel het gebouw in orde blijft.
Normaal gesproken, ja, zeker een trainingsveld ziet er dan redelijk vertrapt uit. En dit jaar was sowieso al de vraag gezien de vorige zomer qua droogte, hoe lang het met de velden goed ging. Maar het is gelukkig goed gebleven. Goed eroverheen. Zo staat het. Ik doe het niet. Eén meter. Hop. Niet draaien, gewoon één meter. Ja.